Ben je al van Xbox geband of nog net niet? En als er niet komt, dan merk je het wel. Want die andere haters, zoek maar eens een keer op Anonymous. Daar zit ik bij maat. Sta op, jongetje lief, en droog je traantjes af. Kies een kindje uit de kring waarmee je dansen mag. Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag heb ik voor jullie een MOAB gameplay. Het is niet een van mijn best of zo, maar ja, het is wel mijn allereerste MOAB. En dan zou je wel denken, allereerste MOAB? Ja, inderdaad. Met dit wapen is mijn allereerste MOAB. Maar goed, hoeveel heb je er nou gehad? Ik krijg heel vaak de vraag. Ik zal mijn god niet weten, jongens. Echt niet. Ik weet mijn god niet hoeveel MOABs ik heb gehaald. Het zijn er niet 500 of 600 of zo. Nee, het zijn er wel mindere. Maar ik weet niet precies hoeveel het nou ja, precies is eigenlijk. Als ik een schatting moet doen, denk ik toch wel dat ik zo rond de... Nou, wat zal het wezen? 40, 50 zit of zo. Ik heb geen idee. En dat komt eigenlijk gewoon. Misschien zijn het er wel meer. Ik weet het echt niet. Ik weet het totaal niet gewoon. Maar goed, hoe komt het nou? Ja, ik ga er altijd veel te hard in. 9 van de 10 keer. En dan word je gewoon weer net gekild door een camper of wat dan ook. Maar goed, het is gewoon een op zich wel een leuk gameplay om naar te kijken. Heb ik zo het idee van. Nou, hier zien jullie nog even de laatste berichten van Vijpen. Dit is ook van die avond, van die bewuste avond dat hij niet mee kon spelen. Omdat we daar gewoon geen zin in hadden. En ja, dus dit is ook meteen de laatste gameplay waar die echt in te horen is geweest. En waar die zichtbaar was in het beeld gewoon. Haters, ze bestaan gewoon. En zoals jullie net ook hoorden, word ik dus eerder geblokt. Dus mogen jullie geen video's meer van mij zien. Of mij niet meer spreken op Xbox of wat dan ook. Dan komt het dus waarschijnlijk doordat ik gehackt ben, geblokt ben of wat dan ook. Nou, ik zal zeggen jongens, volg mij gewoon op Twitter. Dan kunnen jullie mij in ieder geval daar eventjes volgen. Want als ik dan geband ben of geblokt ben of gehackt ben of weet ik veel wat ben. Dan kan je in ieder geval kan je dat even volgen op Twitter. Dan krijg je ook meteen te horen wat mijn nieuwe kanaal is. Want ik ben niet te stoppen, ik ga gewoon door. En ja, meer woorden wil ik er eigenlijk niet aan vuil maken. Zoals jullie gemerkt hebben, heb ik de laatste tijd weinig normale commentaries geüpload eigenlijk. En dat komt omdat ik bezig ben geweest met een website. Ik ben bezig met een website voor de groep waar ik in zit. Dat is de groep van Paalvis, Jan Raski, Daan, Pieter, weet ik het allemaal. Sam, ik mis er nog een paar. Kiel. Ik krijg nog steeds die namen strot niet uit. Ik noem hem gewoon Gerrit. Nee, maar goed, even zonder dolle. We zitten natuurlijk in zo'n groep en ik had een website, had ik al draaien. Dat heette Team Dief. Nou, daar stond wat informatie op over de game en zo. Alles was verouderd, weet je. Er werd niks meer aan gedaan. Kijk, er gaat gewoon de hele tijd in YouTube zitten. Er gaat de hele tijd in gamen zitten. Daarnaast heb ik ook nog gewoon, of tenminste, daarnaast. Dit heb ik naast mijn werk. Echt, wat kan leren, dat ging niet helemaal lekker. Nou, maar goed. Kijk, daarnaast dan heb ik nog gewoon mijn werk en zo. Ik heb nog mijn vriendin, heb ik nog mijn huisje. Ik heb al mijn hobby's nog. Nou, wat zijn mijn hobby's? Dat kunnen jullie allemaal zien op mijn kanaal. Je hebt wel meer hobby's natuurlijk. En ja, dat soort dingen, weet je. En daar gaat gewoon een hele hoop tijd in zitten. En nu ben ik ook bezig geweest voor mijn meisje ook, voor een website. Dat draait nu ook, dus dat is ook gewoon weer dik in orde allemaal. En nou ben ik bezig met een website voor onze groep. Shooters vooral, zo heet die eigenlijk. Shootersvooral.nl. Nou, hij draait nog op mijn naam eigenlijk, op teamdief.nl. Maar goed, hij is in ieder geval is hij al te bewonderen. Je kan alvast gaan kijken. Er staan nog wat van die linkjes en zo, weet je. Want dan kom je bij die andere jongens, bij die kanalen allemaal. Ook hebben ze een profiel gemaakt. Dat is ook wel leuk om even naartoe te gaan. God kan leren. En dan staat er bij de 9 van de 10 staat er ook nog een fotootje bij. Dus kan je even zien wie het is. Sommigen hebben er ook nog bij gezet waarmee ze opnemen en weet ik het allemaal. Nou, mijn profiel, dat moet ik nog aanpassen. Dat ga ik doen zo direct. Dus ik weet niet of jullie snel deze commentaar kijken of...
vanavond pas, maar goed, dan kunnen jullie het in ieder geval even kijken. Ook staan daar een gastenboek op. Ik vind het leuk als jullie daar een berichtje achterlaten van nou, dat jullie hem bezocht hebben. Dat lijkt me wel leuk. Ja, nou zijn we nog even aan het kijken. Ik zat zelf nog even te denken aan een of andere nieuwsbrief of zo, weet je. Dat je gewoon kan abonneren ook op dat... ja, tenminste abonneren. Je kan je inschrijven op de website. En dan kan je daar al kan je inschrijven dan voor een nieuwsbrief. Dan doen we gewoon één keer in de maand of zo. Een maandelijkse nieuwsbrief met een paar dingen wat we weten qua informatie. Of wat dingetjes over ons. Dat is misschien ook wel erg leuk. Heb je nog ideeën voor de website? Nou, laat het rustig even weten. Je kan het gewoon via het contactformulier. Kan je contact met ons opnemen. En dan gaan we gewoon even kijken wat er allemaal precies mogelijk is. Dus dat is erg leuk. Daar kan je dus ook even naar gaan kijken. En ik ben nog bezig met een nieuwe achtergrond. Dit is gewoon even een achtergrond. Zo wordt die ongeveer. Tenminste, zo wordt de layout. Alleen dan komen er andere plaatjes in te staan en zo. Dat wou nog niet erg lukken. Ik ben gisteren nog even aan het klooien geweest. En dat ging gewoon totaal niet. Het faalde. Ik doe gewoon iets niet goed. Of zo, maar ik weet het niet. Ik weet niet wat ik fout doe. Ik ga het vanmiddag nog even vragen. Even kijken of ik contact met de jongen kan krijgen die me eventjes geholpen had. En dan kunnen we even kijken of we die nieuwe layout in elkaar kunnen zetten. Tenminste, die staat wel in elkaar, maar dat we die dan kunnen uploaden op het kanaal. Zodat jullie het nieuwe, de nieuwe layout zien. Dus er wordt gewoon nog aan gewerkt. Er wordt ook nog gewoon een inleidingsverhaal zeg maar, op de hoofdpagina. Komt er nog te staan. In de toekomst komen er gewoon wat foto's op en wat video's op. Dan zou je wel zeggen van ja, die video's die, weet je, die kunnen wij ook zien van het kanaal. Ja, klopt, maar wij hebben ook al doorgehad. Jullie kijken niet bij iedereen alle video's. En ja, dat zijn dan video's wat we dan doen met de groep zelf, weet je. Van die vlogvideo's, van het stappen bijvoorbeeld. Er komt ook informatie op te staan over YouTube Gathering, dat soort dingen. Weet je, wanneer dat is, dat zullen we dan ook daar al neerzetten. We gaan nou ook gaan we een COD bijeenkomst houden. Dan moeten we ook nog even allemaal bespreken hoe of wat. Er was ook vraag naar van wanneer is dat nou? Nou, dat weten we niet eens. Maar goed, ik had gisteravond ben ik bezig te stappen met Vis en met Gerrit. En zij wel zeggen, dat zijn een hoop mensen. Nee, die Giel Gerrit, dat is maar één persoon hoor. Dat valt best mee. Naar, ik noem hem gewoon Dutch Warrior. Dat is misschien beter. Dutch Warrior, ook even leuk om naar zijn kanaal toe te gaan. Kun je ook even kijken natuurlijk. Maar goed, met Dutch Warrior hadden we het er nog even heel snel over. Vlak voordat we weggingen. En ja, daar gaan we gewoon even naar kijken. We gaan gewoon even kijken hoe dat precies zit en zo. Want je moet natuurlijk met een hoop dingetjes rekening houden. Qua veiligheid, EHBO, weet ik het allemaal. Nou, misschien kan Paul dan weer wat regelen met David. Van, joh, heb jij misschien een lijstje van waar we op moeten letten en zo. Weet je, dat alles gewoon in goede banen geleid wordt. Ik denk dat het allemaal geen probleem is. Ik denk dat, dat ze dat ook wel leuk vinden, weet je. David, dat die dat ook leuk vindt dat wij zoiets doen voor de, ja... COD community, laat ik het zo zeggen. Oké. Vragen. Er waren een aantal vragen geweest. Jeff. Ik merk het nu gewoon op Skype ook heel erg. Er zijn veel vragen van Jeff. Wanneer ga je weer Wie is Wie opnemen? Jongens. Volg mij gewoon op Twitter. Dan ga ik dat soort dingen zet ik allemaal op Twitter neer. Dan zeg ik ook van... Jongens, ik ga vanavond opnemen. Of over 10 minuten. Of weet ik veel wat. Dus zorg gewoon dat je mij volgt. Je kan ook een melding aanzetten. Dus als ik dan wat post eigenlijk. Dan krijg je een melding binnen van... Hey, er is een berichtje gepost van Team Dief. Volgens mij kun je hem ook nog naar je mail laten sturen. Hoe het precies zit weet ik niet. Want ja, ik ben niet zo heel erg pro in Twitter. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, er waren dus daar heel veel vragen naar. Jongens, nogmaals, volg me gewoon op Twitter en dan kan je dat gewoon allemaal zien zo. Er was ook een vraag geweest. Jeff, kan je een setup video maken? Nou, aan mijn setup is niet zo heel, heel, heel veel veranderd. Maar als jullie zeggen van Jeff, we willen wel weer een setup video zien van jou. Dan kan dat gewoon. En dan kan je gewoon... zet het gewoon even een berichtje hieronder in de comments neer van Jeff, ja of nee. Weet je, setup. Zeg gewoon ja of nee. Dan komt het allemaal goed. Dan kan ik even kijken of ik morgen of vandaag even een setup video kan maken voor jullie. Misschien doe ik dat vanavond nog wel even voor jullie. De gameplay zit er alweer op. Zal zeggen jongens, ik kom godverdomme niet uit mijn woorden. Maar goed, ik zal zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Ik spreek jullie later. Vergeet niet even dat duimpje omhoog en volg me op Twitter. Ciao.